Een hele goede middag. Het is woensdag, het is 18 mei. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Nou ja, ik was gisteren natuurlijk vrij laat thuis. Toen ben ik gaan koken en mijn groente die was gaar, maar het had iets gaarder gekund. Ik vind het lekkerder als hij iets meer gaar is. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb het wel gewoon opgegeten. Maar dan merk je toch dat je toch iets meer tijd ervoor moet nemen en dat het dan toch een beetje in de haast gaat. Maar dat is eventjes een leer voor de volgende keer. Gewoon langer laten doorkoken, want zo vind ik het gewoon lekkerder. Ik heb even met Nathalie gefacetimed, want zij was ook wel benieuwd hoe ik het in de stad had gehad en wat ik onder andere had gekocht. Dus nou, dat heb ik eventjes laten zien. Hebben we even gezellig zitten kletsen. Toen ging zij nog eventjes wat andere dingetjes doen. Toen ben ik naar het Alwassen Goede Tijden gaan kijken. En ik kan het wel eventjes zeggen. Ik dacht echt op een gegeven moment, ik zal het eventjes kort uitleggen. Laura die struggelt al best wel een tijd met haar gezondheid in goede tijden. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, zou ze reuma hebben? Nou ja, toen ging ze dus naar zo'n reumatoloog toe. En ze had dus geen reuma, zei die arts. Maar toen ging ze ineens gisteren, toen zei ze ineens, ja, ik ben moe. Ze ging op de bank liggen en ik dacht echt, er kwam echt een heel, toen was ze gelijk in slaap. Dus er kwam echt zo'n heel raar muziekje. Ik dacht echt, volgens mij wordt zij niet meer wakker. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar ik denk dus echt dat zij niet meer wakker wordt. Maar goed, dat, hopelijk gaan we dat vanavond zien, hoe dat afloopt. Daarna heb ik voor hetzelfde geld gekeken. Ja, ik vind het altijd wel leuk om te kijken. Dat zijn dus mensen die willen gaan verhuizen. En dan mogen ze 4 huizen gaan bekijken. En dan in 1 van die huizen mogen ze gaan proefwonen. Maar ik vind het altijd leuk om die huizen dan van binnen te zien. Dus ik ook echt in mijn hoofd, oh, als ik een keuze zou moeten maken, zou ik voor dat huis gaan of dat huis. Ja, dat was wel echt heel leuk om te zien. Daarna ben ik eventjes de vlog gaan afmaken en heb ik mijn foto's bewerkt. Die zijn helaas nog niet helemaal af, want mijn laptop werkte niet helemaal mee. Die liep een beetje vast en zo, dus dat was allemaal niet heel fijn. Toen ben ik lekker Netflix gaan kijken en daarna flikken. Dus dat was verder ook wel de avond. Dus op zich gewoon lekker relaxed. Ik ga zo meteen eventjes de boel hier doen. Ga ik daarna even doodles tekenen. Maar ik dacht, misschien is het leuk om eventjes een mini shopvlog te doen in deze vlog. Want ik heb gisteren een aantal dingen gekocht. Ik ben onder andere ook bij Primark geweest. Daar wil ik wel een losse shopvlog van opnemen. Maar de spullen die ik nu gekocht heb, die wil ik gewoon heel graag gaan gebruiken. En ik weet nog niet wanneer ik die video ga opnemen. Dus ik dacht, we doen gewoon even een mini shopvlog in deze vlog. Dus ik ga eventjes de spullen erbij pakken. En dan ga ik jullie even laten zien wat ik dus heb gekocht op de Primark spullen na. Spullen gepakt. Ik zal even het een en ander uithalen. Dat maakt het iets makkelijker. Ik was even bij de Ethos, want ik wilde huid, haar en nagelpillen hebben. En die waren daar dezelfde prijs als bij de Kruidvat en de Trekpleister. Dus ik heb deze gehaald. En dit waren dus tweede halve prijs. Dus ik heb dus 2 potjes daarvan. Daar ben je. Dus die heb ik dan weer even mooi op voorraad. Dus die heb ik allereerst gekocht. En eventjes een handcreme. En daar raakte ik een beetje van in de war. Want bij de handcreme hing ook een bordje. Tweede halve prijs. En toen ging ik het scannen. En toen gaf hij dus niet die tweede halve prijs. Die rekende die niet. Dus ik vroeg het aan de medewerker. Toen zei hij van ja nee dat geldt. Dit is een budgettopper. Dus daar geldt de tweede halve prijs niet voor. Omdat hij dus altijd heel goedkoop is. Dus daar heb ik er gewoon eentje van meegenomen. dit is een handcare Hydrating Hand Cream. Deze is intensief hydraterend en verzorgt de droge en gevoelige huid. Met glycerine en aloe vera. Want ik heb dus die handcreme van de Kruidvat. En die vind ik echt heel erg lekker. Maar mijn handen die doen zo gewoon momenteel heel pijn omdat ze droog zijn. Dus ik dacht ik wil eigenlijk even eentje waar helemaal geen toegevoegde waarde in zit. En deze is vegan. Dus ja, als die echt gewoon goed gehydrateerd zou dat top zijn. Dus die heb ik eventjes gekocht. Bij de HEMA heb ik eventjes een spiegeltje gehaald. Want ik wilde eigenlijk eventjes een klein spiegeltje voor in mijn tas. En die kon ik echt nergens vinden. En deze is gewoon zo'n klapspiegeltje met 2 gedeeltes, zeg maar. Dus dat is ideaal. Ik hoop wel dat ik die stickers er een beetje makkelijk af krijg. Want dat is wel drama. Dan heb ik een nieuw spel gekocht voor de Switch. En dit is Nintendo Switch Sports. En misschien voor de mensen die dat nog weten, vroeger had je op de Wii, had je Wii Sports. En nu hebben ze dus naar Nintendo gebracht. Deze is Nederlandstalig. Ik zeg naar Nintendo, naar de Switch bedoel ik. Hij is dus Nederlandstalig. En in dit spel kun je volleyballen, badmintonnen, bowlen, voetballen.
Shambhara, dat is iets met zwaarden lijkt het, en tennissen. En ik heb dit vroeger echt heel veel gespeeld thuis en ik vond het altijd super leuk en dat miste ik wel. Je kunt je eigen personage maken, je kunt ook online spelen. Dus dat is ook wel leuk. Het is voor 1 tot 4 spelers. En je krijgt er... Hij zit natuurlijk in een doosje. Dit is dan het spel. Die zit natuurlijk hierin. En je krijgt er ook een bandje bij. Kijk, en dat is deze band. Hier steek je dan je controller in. Want als je wil voetballen, kun je deze om je been heen doen. Ik dacht dat ik het ergens gezien had, ook op het plaatje. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Oh ja, kijk, hier op het plaatje staat het erop. Dan hebben ze hem om hun been gedaan. Als je dan bijvoorbeeld wil voetballen, dan heb je hebt wel de controller nodig. Maar dan hoef je hem niet in je hand te houden, want dan kan je lekker voetballen. Dus dat leek me echt super leuk. Dus ik was, die wilde ik eigenlijk gelijk hebben toen ze hem aankondigden. Dat vond ik wel echt super leuk. Dus die ga ik van het weekend even lekker spelen. Ik denk dat naast die ook zeker een keertje wil spelen als ze komt. Want ik denk dat zij dat ook leuk vindt. Samenwonen, bijvoorbeeld. Dus die. Dan heb ik een cadeautje voor mezelf gekocht. En dat is een armbandje. En dat is een armbandje van Pandora. En dit is zo'n armband die je zelf kunt samenstellen. Wordt altijd echt super leuk ook verpakt. Kijk nou. Zo, dit kan terug. Want ik heb een bedelarmband gekocht. Die wilde ik hebben. En ik had van Natalie alle tips gekregen. Van joh, kijk alvast op internet wat je wil hebben. Want je krijgt dus, ja, dit is een setprijs. Je krijgt dus 2 bedels of 2 clips. Je mag dus combineren. Je mag ook een bedel en een clip nemen en een armbandje. Ik heb allereerst de hartsluiting genomen. Ik hoop dat hij het een beetje goed doet. Dit is een hartsluitingetje. Ik heb maatje 17. Ik vind ook echt dat je heel goed geholpen wordt daar. Want ik zei dan, ik wil graag een armband. Ja, wat wil je dan? Ik zeg, ja, graag met de bedels. Nou, dan mag je dus bedels uitkiezen. En dan mag je dus zelf een sluiting nemen, kiezen. Dus ik zei, ja, ik weet echt niet welke maat ik heb. Toen zei ze, nou, ik zie wel dat je vrij dunne pols hebt. Dus ik denk maat 17. Het is ook maat 17 geworden. En Natalie zei al, van kijk alvast thuis eventjes op internet welke bedels je leuk vindt. En allereerst heb ik deze. Dit is een poesje met wol. Die is echt super leuk. Die heb ik als eerste uitgekozen. Want die had ik al gezien. Natalie zei, die vind ik ook echt wel bij je passen. Maar ik had ook een heel leuk koffiekopje gezien. Die wilde ik eigenlijk ook heel graag hebben. Maar die hadden ze niet. Die hoorden niet bij deze actie. Dus toen ben ik voor Minnie Mouse gegaan. Ook super leuk. Ik zal hem ook gelijk eventjes omdoen. Je mag deze trouwens niet omdoen met douchen. Ik zal trouwens wel eventjes kijken of ik dit zo snel voor elkaar krijg. Het is gelukt. Je mag hem dus niet om met douchen of met slapen. Maar dan ziet het er zo uit. En dan kun je hier dus allemaal bedeltjes aan doen. En hier kun je ook nog clips aanhangen. Maar ik heb dus lekker deze bedels gekozen. Poes, niet zo draaien. Poesje draait een beetje. Dus super leuk, super blij mee. Nu mijn batterij ligt, die ga ik eerst even vervangen. En dan laat ik jullie het laatste item even zien. Het laatste wat ik heb gekocht komt bij de Amex Store vandaan. En dit is een nieuwe speaker. Ik wil heel graag een nieuwe speaker hebben. En ik heb de HomePod Mini gekocht. Ik zal hem ook even uitpakken, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus even kijken hoe dat werkt. Zit hier ook zo'n handige opening? Lijkt er niet op. Ik denk dat ik eventjes een mesje moet pakken. Ik zal hem even openmaken. Dan kunnen jullie hem ook eventjes zien. Hij is open. Deze gaat niet zo satisfying open als... de andere producten. Da-da-da-da. En dit is de speaker. Even wat dingen loshalen, want dat zit er nu natuurlijk allemaal in. Ik zal even kijken wat er verder nog in zit. Een stekkertje, dat is wel heel erg handig natuurlijk. Die hebben we wel nodig.
plaatje aan de onderkant. En dit is dus de home speaker. Je hebt hem dus in verschillende kleuren. En ja, dit is dus degene in het grijs. En je hebt ook oranje en zo. Dus dat is mijn nieuwe speaker. Die ga ik zometeen gelijk gebruiken. Want ik ben heel erg benieuwd wat voor muziek eruit komt. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Dus ik zal hem eventjes in stopcontact doen. Dan kunnen jullie even zien hoe de bovenkant mooi oplicht. Nou, dit gebeurt er als ik hem in stopcontact doe. Dus ga ik zometeen eventjes mijn iPod pakken. En dan gaan we eventjes kijken of we al kunnen connecten. Even kijken wat er dan gebeurt. Dus die zal ik eens ook eens eventjes pakken. Oeh, hij gaat al aan. Hoor je het? Vet. Ik zal even de iPod pakken. Hoe heet het? Die is nog even leeg, mijn iPod. Maar hij kent al wel deze. Dus die gaan we even configureren. Deze is met Siri. En Siri is dus nu Nederlands. Dus dat is wel echt super fijn. Muis, niet doen. Oké. Voer deze 4 cijfers in om door te gaan. Nou, hij wordt geconfigureerd inmiddels. Want ik moet even cijfers invoeren. Dus ik ben heel benieuwd of dit hier ook op gaat doen. Maar ja, deze is dus nog steeds leeg. Dus dat is dus mijn nieuwe speaker. Dus jullie horen straks wel even hoe het geluid eruit is. Maar ik kan geen geluid laten horen, want anders zit ik met de rechte. Maar ik ben in ieder geval super blij mee. De speaker heeft nu een vast plekje gekregen. Die heb ik mooi hier neergezet, want dat past eigenlijk allemaal perfect. Ik heb deze gewoon iets opgeschoven, dus dat past eigenlijk prima. En het leuke is, als ik nu wat aan Siri vraag, dan zeg ik, hey Siri, hoe warm is het buiten? Het is buiten zo'n 23 graden. Ja. Mijn informatie over het weer is afkomstig van The Weather Channel. Oké, fijn om te weten. Dus je kunt gewoon dingen aan hem vragen en dan gaat hij dat zeg maar opgeven. Echt wel super grappig. Dus dat werkt eigenlijk super goed. Muziek afspelen ging ook echt fantastisch. Als ik op een gegeven moment een nummer niet wil horen, dan vraag ik of hij het nummer wil doorspoelen. Ik kan vragen of de muziek wat harder kan en wat zachter kan. Echt super fijn. Hij werkt dus ook in combinatie met de Apple TV. Maar ook met de iPad, met mijn laptop. Dus dat is echt allemaal ideaal. Dus ja, echt wel een hele fijne aankoop. Ik ben er heel blij mee. Ik heb er nu al heel veel plezier van. Ik wil het de hele tijd met schoonmaken ook. Hé Siri, doe dit. Hé Siri, doe dat. Dat is echt wel super fijn. Ik heb alles lekker schoon. Ik heb een paar doodles getekend. Want het, ja, doordat ik eventjes bezig was met het configureren van de speaker, duurt het allemaal ietsjes langer. Maar het is allemaal gelukt. Wat kan ik voor je doen? Jou vroeg ik dus niks, want nu gaat mijn telefoon, die gaat hier ook aan Siri. Ik heb net eventjes mijn voeten geveld, want ik heb dus heel erg veel last van ilt. En ik had eigenlijk weer iltsokken aan moeten doen, maar heb ik nog niet gedaan. Dus ik heb nu even het ergste eraf geveld, dat ze in ieder geval weer wat zachter zijn. Want elke keer als ik in mijn sokken ga, dan voelt het heel naar aan. Dus ze zijn nu in ieder geval weer ietsje zachter. Maar het was op zich wel een lekker middagje. Ik zweet me alleen helemaal gek in een t-shirt, dus dat is eigenlijk wel te warm. Ik ga straks wel even het raam nog openzetten, want ja, het is nu dus 23 graden buiten. Het is wel een hele warme wind. En hoeveel graden is het binnen? 24. Dus het kan straks wel, want de zon is inmiddels weg. Ik ga zo meteen in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks eens douchen en eten. Vanavond heb je weer verslaafd, dus dat ga ik kijken. En de slechtste chauffeur van Nederland. Dus daar ben ik ook wel weer benieuwd naar. Dus wel eventjes gewoon lekker weer een moedig avondje. Ik ga sowieso natuurlijk even gamen. Ik heb echt zoveel zin om een nieuwe spel te spelen. Dus... Maar dat ga ik van het weekend gewoon even doen, want dan kan ik hem lekker even op de tv aansluiten. Dus echt ideaal. Verder moet ik nog een thumbnail maken voor de vlog. En die moet even ingepland worden. Ik moet dus even die laatste fotootjes afmaken. En ik moet echt dat artikel nu klaarmaken. Maar dan moet ik eigenlijk nog eventjes voor naar boven, bedenk ik me nu. Dat zou ik nog eventjes kunnen doen.
Nou, verder kijk ik vanavond gewoon weer Netflix en Flikken. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel bijzonders. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Het was een beetje een rommelige vlogdag vandaag. Maar ja, ik wilde toch even de nieuwe dingen laten zien. Ik wilde toch nog wel iets filmen voor jullie. Dus ik heb het idee dat die heel rommelig is geworden. Maar goed, soms heb je ook van die dagen. Ik ga nu in ieder geval even lekker wat drinken en relaxen. En zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 19 mei. Ik heb echt eventjes heel erg vervelend licht. Sorry daarvoor. Ik ben in ieder geval klaargemaakt. Het is eindelijk beginnen met regenen en het is hier zo donker dat ik gewoon eigenlijk bijna niks zie zonder lampen aan. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Je bent bang, hè? Het onweer is ook en dat vind ik natuurlijk helemaal niet leuk. En ik snap dat, maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben zo blij dat het eindelijk regent. Het is hier binnen 24,5 graden en ja, je wil gewoon eigenlijk dat het nu gewoon een keertje gaat regenen. Even kijken of dit licht het misschien beter maakt. Nou, het is ook niet alles. Maar ik ben wel heel blij dat het eindelijk regent. Kom hier dan. Kom maar, tijger. Tijgertje. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Zij vindt het echt niet leuk. Maar ik ben in ieder geval heel blij mee dat het eindelijk regent. Ik heb wel de deur een stukje openstaan en mijn raam. Maar ik kan niet te veel open, want het gaat heel erg inregenen. Ja, ben je bang? Kom maar, er is niks aan de hand, hè? Dus ja, ik hoop echt dat het een beetje afkoelt nu. Ik heb trouwens helemaal vergeten te vertellen, maar ik heb dinsdag voor het eerst een kattencafé gezien. Want mijn coach zegt, ja, ik zoek wat toen we in de stad waren. Ik zeg, wat zoek je dan? Ja, een kattencafé. Ik zeg, ja, voor is het kattencafé. En ik kende dit concept natuurlijk wel. Superleuk, want het is gewoon een café waar je dus gewoon gezellig wat kan gaan zitten drinken. En er lopen dus allemaal poesjes rond. Dit was een café en winkeltje in één. Ik ben niet naar binnen geweest, maar ik heb wel even voor het raam staan kijken. En je zag daar gewoon echt zo'n poesje die lag lekker te slapen daar bij de zon. En één poesje lag op de grond, die leek een beetje op jou. Dat was een tijgertje. En er was één meisje een beetje mee aan het spelen met zo'n speelstok. Maar hoe leuk concept is dat? Stel dat je wel heel erg van katten houdt, maar bijvoorbeeld dat je in de woning waar je zit, dat er bijvoorbeeld geen huisdieren zijn toegestaan. Dan kun je dus op zo'n manier, kun je wel even lekker met katten knuffelen. Kun je even gezellig wat drinken en kun je gewoon met katten knuffelen. Dus hoe leuk is dat? Ik had het dus echt nog nooit gezien, maar ik vond het zo leuk om te zien. Ik heb gisteravond Verslaafd gekeken. Dat was wel weer heel interessant. Eerst wilde het allemaal niet zo, want die jongen die ging uiteindelijk wel mee, maar hij stond er niet achter. Dus hij ging heel snel weer de plek verlaten. Dat, hoe noem je dat nou waar je dan zit? De kliniek. Toen is hij dus na 2 dagen alweer weggegaan. Toen uiteindelijk heeft hij toch weer naar Maarten opgebeld van joh, ik wil graag met je praten. Hij is daarheen gegaan. Toen heeft hij toch besloten om wel weer terug te gaan. Omdat hij er toen wel achter stond en dat hij er heel graag vanaf ging. En uiteindelijk ging het hartstikke goed met die jongen. Dus ja, het kan dus wel. Gadver, je verhaart echt heel erg nu. Helemaal onder de haren nu. En daarna de slechtste chauffeur van Nederland. Volgende week is die finale. Die staat er wel online op Videoland nu. Maar ik denk dat voor mij de winnaar al wel een beetje bekend is. Maar het was wel weer drama. Ik heb de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn serietje gaan kijken op Netflix. Helaas vanavond de laatste aflevering. Horen jullie het onweer ook trouwens? Ik weet niet of het op camera overkomt. En daarna heb ik Flikken gekeken, dus dat was het ook. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik eventjes alles hier klaarzetten om te gaan filmen. Ik moet natuurlijk wel even de lamp even goed opzetten, want het is hier echt onwijs donker. Wat ben ik nu blij dat ik een lamp heb, want anders had ik echt niet kunnen filmen voor jullie. Dus dat is heel fijn. Ik hoop eigenlijk even 2 video's op te nemen. En dan morgen moet ik ook nog even een video opnemen. Dus wat dat betreft nog wel even lekker druk. En daarna ga ik even bullet journalen. En dan wil ik dus een achtergrond gaan maken met die brushpen. Dus dat wil ik jullie even laten zien hoe je dat kan doen. Want dat vonden jullie ook leuk om te zien. Dus dat wil ik even gaan proberen. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes lekker de kattenbak scheppen en stofzuigen. En eventjes zorgen dat deze een beetje rustig wordt. Want ze is echt heel bang. Dus dat is wel zielig. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Er was mij gevraagd of ik wilde laten zien hoe je een achtergrond kon inkleuren met de airspray set. Dat wil ik dus nu gaan doen. Dus ik wil deze achtergrond blauw gaan maken, dat je een beetje lucht krijgt. Dus ik moet wel even heel voorzichtig doen, want dit moet even allemaal afgedekt worden.
En wat ik dan niet kan doen, kan ik altijd even met een potloodje bijwerken. Maar ik ga dus nu proberen of ik deze achtergrond mooi blauw kan krijgen. Dus dat ga ik jullie dus eventjes laten zien. Er dan uit. Het is wel een beetje lastig. Het is lastig om binnen de lijntjes te blijven, maar ik vind het wel leuk zo een achtergrond. Je ziet hier wel wat dikkere lijnen. Maar ik vind hem echt best wel leuk geworden. Ik ga hem nu even heel goed laten drogen voordat ik er verder mee ga. Dit zijn trouwens wolkjes die ik erop heb geplakt. Maar ik vond het wel gezellig staan zo. Ik heb nu eventjes de tekening met stift gedaan. Het potlood was dan toch een beetje te licht en nu komt het iets mooier over. Zo, twee video's staan erop. Zoals je kan zien is het hier ineens weer helemaal licht, want de zon is weer doorgekomen. Wel een beetje blauwe vingers, zie je dat? Ik hoop dat het er straks wel even af wil met douchen, want het is natuurlijk niet zo heel erg fijn, maar goed. Het was wel leuk om te proberen, maar ik denk als ik het nog een keer zou doen, zou ik het wel anders doen. Dan zou ik de afbeelding erop plakken, want je ziet nu wel hier en daar wat blauwe stipjes, ondanks dat ik het wel had afgedekt. Maar het was op zich wel, ik vind het resultaat wel heel leuk geworden, dus dat was wel even leuk om te doen. Ik heb twee video's erop staan, dat is ook top. Morgen wil ik er nog een opnemen, dus ik laat de lamp ook even staan. Die ga ik straks wel verplaatsen, maar ik weet ook niet wat het morgen weer voor weer wordt. Dus als het weer zo'n donker dag is, heb ik de lamp zeker weer nodig. En over het algemeen gebruik ik de lamp gewoon bij elke video nu die ik opneem. Dus dan laat ik die wel even staan, dan moet ik hem morgen weer helemaal opzetten. En nu staat hij toch al, dus dan zal ik hem straks even verplaatsen. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb zin in de speklapjes met schoort. Ik vind het zo lekker. Vanavond ja, heb je niet zo heel veel op tv. Ik denk even wat dingen terugkijken. Sowieso eventjes de politieeenheid. En ik ga wel even kijken wat ik verder nog ga kijken. Want ja, op donderdag is tv niet zo heel leuk. Tenminste niet iets wat mij aanspreekt. Ik moet sowieso een hele reeks foto's bewerken. Dus ik er vanavond al wat vroeger mee beginnen. Want anders krijg ik het nooit af, vrees ik. Ik ga wel nog even Animal Crossing doen. Misschien nog een potje Fortnite of zo. Moet ik even kijken. Sowieso vanavond Netflix serie kijken. Laatste aflevering. En uiteraard Flikker. Dus dat wordt het ook wel. Dus verder niet heel spectaculair. Maar gewoon lekker relaxed. En hopen dat ik mijn handen schoon krijg. Normaal zou ik de nagellak eraf halen. Maar ik moet morgen nog een video opnemen. En ik vind het eigenlijk niet zo mooi als ik kale nagels heb. Dus ik laat het nog één dagje opzitten. Dan ga ik het morgen wel echt even eraf halen. Want het zit niet super mooi meer. Maar voor een video is het nog wel oké. Okay. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even relaxen, wat drinken en dat soort dingetjes. Dus ik zou bij deze zeggen, ja, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 20 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. En ik heb lekker nieuwe make-up producten getest. Het is echt heerlijk.
Het is weer lekker donker hier, want het is weer lekker aan het regenen. Ik geniet ervan. De temperatuur is zo'n stuk gedaald dat ik hoop dat het nu lekker koel wordt in huis. Ik vind het heerlijk. Ik heb gisteravond eigenlijk niet heel veel bijzonders gekeken, wel gewoon goede tijden. Daarna heb ik eventjes, ik had dat opgenomen, dat was poetsen met Louisa en Rowan. Ik heb dat toen eens een keertje gezien en dat vond ik wel grappig. Dus ik vind het wel leuk om te zien hoe schoon zo'n huis dan wordt en hoe opgeruimd het wordt. Dus dat vond ik wel leuk. Daarna de politieeenheid gekeken, dat was ook wel leuk. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken, want dat waren er best wel veel. Dat is allemaal gelukt. Ik moet nog even twee nieuwe maken. Ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en ik zei heel leuk tegen jullie: ja, ik heb al de laatste aflevering. Nou, dat was helemaal niet zo, want ik heb er vanavond gewoon geen, dus ik ben blij. Ik ga zometeen eventjes de spullen opruimen van het filmen, want dat staat hier allemaal nog. Dus dat moet allemaal eventjes weer netjes in opgeruimd worden. Want ik had gisteren heb ik natuurlijk ook de lamp gebruikt. Die had ik vandaag weer nodig, dus die had ik laten staan. Maar dat was echt drama, want het was net groot zat op de slaapkamer. Maar goed, dat kan ik dus nu zometeen allemaal gaan doen. Ik kan vanavond de nagellak eraf, want die heb ik nu speciaal opgelaten omdat ik dus nog een video wilde opnemen, maar ik vond het niet heel fijn. Ik had die speklappen met zwoerd en echt, oh, het was zo lekker. Ja, vooral als je daarvan houdt. Maar ik vind het echt heerlijk. Ik heb ook Flikken gekeken gisteravond. Dus eigenlijk was het een prima avondje. Ik heb eventjes lekker nog gegamed. Dus allemaal prima. Als ik zo meteen heb opgeruimd, ga ik even stofzuigen en de kattenbakken doen. En ik wil even een nieuwe screen protector op mijn horloge plakken. Want deze is echt helemaal naar zijn grootje. En ik baalde een beetje, want ik had eigenlijk mijn balkon een beetje op willen ruimen en in willen sprayen. Maar het is dus te regenachtig, dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga nu gewoon wat kleine klusjes doen. Ik wil even de was nog naar boven brengen. Dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ja, ik kreeg weer een fantastisch schattige foto van Lieve Lente die lekker met haar hoedje op zat te eten gisteren. Dat is geweldig. Maar ik ga hier gewoon even erbij zitten bij de dingetjes die lukken. Dus ja, we gaan allereerst hier eventjes opruimen, want dat is wel even fijn. Zo, het eten is weer op voor de katten. Toch even lekker wat klusjes kunnen doen. Alles staat weer lekker opgeruimd. Er zit een nieuwe screen protector op. Hij zit best netjes. Je ziet wel wat bubbeltjes, maar je krijgt ze nooit helemaal weg. Maar het is altijd even de vraag hoe lang blijft hij zitten. Want op het horloge komen er echt heel snel bubbels op. Het is op een telefoon of een tablet is het veel makkelijker om een screen te plaatsen op het horloge. Maar voor nu vind ik hem op zich wel mooi zitten. Dus ik hoop dat hij zo blijft. Nou, de nagels zijn lekker lakvrij. Daar was ik ook wel blij om, want het zag er eigenlijk niet meer uit. Dus ik was wel blij dat het eraf kon. De was ligt boven netjes in de kast. Ik heb even lekker in mijn mus gewerkt. Dus dat was ook wel lekker. En dat is zo fijn nu met die speaker dat ik dan zeg als ik een liedje niet zo geen zin heb in een liedje, dan zeg ik: Siri, speelt volgend liedje af. En als ik klaar ben met de muziek, zeg ik: hey Siri, stop de muziek. Dus dat is echt ideaal dat het zo werkt. Dus dat is eigenlijk allemaal wel top. Ik heb een brief gekregen dat ze rookmelders komen plaatsen. Ik had eigenlijk nog een mailtje naar de woningbouw erover willen sturen. Of dat gedaan werd of dat ik het zelf moest doen. Maar die krijg ik dus toch van de woningbouw. Dus dat scheelt weer.
Nou, ik ga zo even lekker relaxen. Wat ga ik vanavond doen? Ja, je hebt vanavond wel weer dat Inside the Box, maar ik weet niet of ik het ga kijken. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik ga sowieso Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet de video nog in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost nog schrijven. Daar ben ik wel eventjes zoet mee, denk ik. Ik ga sowieso even Animal Crossing doen. En ik wil eventjes eigenlijk nog wat boeken naar mijn USB-stickje doen. Maar ik moet even kijken hoe ver ik kom. Sowieso ga ik dus lekker mijn Netflix-serie verder kijken. Nou, vermoed ik dat het vanavond wel de laatste aflevering is. Maar pin me er niet op vast. Want het kan zo weer wezen dat ik weer fout zit. Maar ik denk het haast wel. En vanavond kijk ik De Kraak. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Want het eindigde vorige week heel spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nu verder gaat. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb inmiddels wel de ramen dicht gedaan. Want het was echt heerlijk met de ramen open. Maar het regende nu toch allemaal wel heel erg nat. Dus ja, dat is ook niet zo heel fijn. Maar ik ben zo blij dat het al zoveel afgekoeld is buiten. En ja, als ik gewoon eventjes een paar dagen nu goed blijf ventileren, dan denk ik dat de warmte binnen ook wel snel verdwenen zal zijn. Dus laat ik dat hopen. Maar goed, ik ga bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 21 mei. Ik ben klaargemaakt en het koelt eindelijk af, want het is hier nu binnen 22 graden. Het is nog steeds wel warm, maar het begint al wat meer af te koelen. Mijn raam is inmiddels weer dichtgewaaid, maar oké. Ik heb mijn pakketjes binnengekregen. Ik heb allereerst de oplader binnengekregen voor de switch. Die wil ik dus nu aan het dock gaan maken, zodat ik niet steeds van oplader hoef te switchen. Dus het lijkt me in de ideaal. Ik heb toch een originele Nintendo oplader gekocht, want het schijnt toch beter te zijn. Ik heb een pakketje binnen van Amazon. Ik zal eens even kijken waar dit vandaan komt. Uit Duitsland. Die zou vandaag komen, maar was er gisteren al. Lastig, met één hand. En dit is een hoesje. En kijk, dit is een hoesje voor de speaker. En er zit ook een heel erg handig ophangsysteemtje bij. Dus die wil ik zo meteen even gaan ophangen. En er zaten ook plugjes bij en schroefjes. Dus ideaal. Ik ben echt wel fan geworden van Amazon. Het is nu de derde keer dat ik daar besteld heb. Ik moet zeggen, het ging echt weer heel snel. Er stond dus echt, ja, zaterdag 21 mei wordt het bezorgd. En hij was er dus gisteren al. Dat had ik de vorige keer ook al met die hoes voor die switch. Dus ja, ik moet zeggen, dat vind ik echt wel heel, heel tof geregeld. Ik heb gisteravond toch Think Inside the Box gekeken. Ik had het idee dat het de laatste was. Ik heb er wel om moeten lachen, want Britt deed mee. Nou, die maakte niet al te slimme opmerkingen. Maar ik heb er toch wel om moeten lachen. Dus op zich was het wel grappig. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was wel heel hele mooie uitzending ook weer. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven en heb ik mijn video in elkaar gezet en geüpload. En toen dat allemaal klaar was, ben ik begonnen met de laatste aflevering van mijn Netflix-serie. Super spannend einde. Ik baal er wel echt van dat het nu voor geen overeenkomstige locaties vinden. Voorbij is. Siri, stop! Siri begint te praten. Ja, echt heel jammer dat het over is. En dan moet ik vanavond weer iets anders uitzoeken. En daar heb ik altijd dus wat moeite mee. Maar goed, het komt vast wel goed. En daarna heb ik De Kraak gekeken. En ik had eigenlijk het idee dat het de laatste was, maar dat was het nog niet zo. Maar het was ook echt super spannend het einde. Dus ik heb echt wel weer zin om volgende week verder te gaan kijken. Ja, de planning voor zometeen. Ik ga dus eventjes de spullen aansluiten en ophangen. Ik moet even de kwasten wassen, want ik heb echt heel veel vieze kwasten. Ik heb met heel veel felle kleuren ook schaduw gewerkt. Dus het is allemaal heel vies. Dat ga ik allemaal even lekker schoonmaken. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is eventjes wat nu op de planning staat. Dus ik zal wel even de kattenbakken afscheppen. En dan ga ik eerst even de spullen pakken om dit op te hangen. En ik zal jullie eventjes erbij zetten, zodat jullie ook een idee hebben wat ik allemaal ga doen. Dus tijd om even aan de gang te gaan.
Zo is het eindresultaat. Hij staat er dus nu mooi in. Het is dus gewoon een hoesje. Het geluid komt er nog steeds heel mooi doorheen. Deze is aangesloten. Alleen deze moet nu wel hieronder in plaats van daarboven. Maar dat geeft niet. Dus alles is weer mooi aangesloten. Had misschien een tikkeltje naar rechts gekund. Maar nou ja, dit is wel goed. De pluggen die erbij zaten, die werkten alleen niet. Dat was niet echt handig. Dus ik heb eigen pluggen gebruikt. Maar dat ging prima. En ik heb hier eventjes deze aan de oplader liggen, want die was leeg. Dus dat is ook top. Nou, ik ben blij dat alles uiteindelijk toch gelukt is. Af en toe een beetje gestruggel, maar uiteindelijk is het allemaal wel goed gelukt. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij om. Ik heb de kwasten lekker schoon ook. Ik heb hier even lekker gestofzuigd. En ik heb nog even lekker gebullet journaled. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk best wel lekker bezig geweest. Ik vind het nu ook wel weer wat rustiger nu die aan de muur hangt. Zoals ik al zei, het geluid is even goed nog top. Want ik heb net gewoon weer muziek ermee geluisterd. En het is nog steeds gewoon heel goed. Maar ik vind het gewoon fijn. Want het is best wel zacht spul. Dus ik vind het gewoon fijn dat hij nu gewoon heel goed beschermd is. En het is gewoon een goed siliconen hoesje. Dus daar ben ik wel blij om. Alles mooi achter het kabel achter de goot verwerkt. Dus eigenlijk helemaal top. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Dus dan wil ik morgen eens eventjes lekker gaan bowlen. Want hier morgen de voetbal is er niet meer. Dus wil ik jullie dan morgen wel even proberen bij te zetten om te kijken hoe dat gaat. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks eten. Vanavond heb je oh wat een jaar. Lijkt me wel heel leuk. Het is wel een, volgens mij is het 19, ja, het is ergens in de 80. Ik weet niet precies. Maar Ruben is als Johnny Vlogger. Nou ja, ik zal wel weer heel weinig weten, maar dat geeft niet. Ik heb er wel zin in, gewoon de lol al ervan. Daarna ga ik even de BN'ers in het ziekenhuis terugkijken. Vanavond wil ik het grootste gedeelte van de vlog afmaken. Ik moet dus een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik weet nog niet welke. Dus dat wordt nog even een zoektocht. Dat zullen jullie morgen wel horen wat het geworden is. En wat ga ik verder doen? Roosgeuren wat kalijm kijken. Dus dat wordt het ook. Dus verder niet heel veel spectaculairs. Maar ik ben in ieder geval blij met alles wat ik vandaag heb weer kunnen doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 mei. Ik zit even lekker op de bank. Ik ga straks even de groenten afhalen. Eerst even stofzuigen. Daarna wil ik even gaan kijken of ik kan bowlen op de Switch. Dat lijkt me heel erg leuk om even te proberen. En ik ga even foto's maken. Dus verder niet een hele spannende planning of zo. Gisteravond heb ik gekeken naar Oh wat een jaar. Het jaar 1986. Ik wist helemaal niks op de muziek na. Maar het was wel heel leuk om te zien. Ja, dus ik heb er wel van genoten en ook wel moeten lachen. Daarna heb ik de BN'ers in het ziekenhuis gekeken. Vond ik ook wel weer heel mooi en ja, ook wel weer een beetje aangrijpend sommige dingen. Maar ja, ik blijf erbij. Filip gaat ook zo leuk om met die kinderen. Echt fantastisch om te zien. Als je iemand alleen als grappenmaker kent, om hem dan ook niet serieus te zien. Dat vind ik echt heel leuk, maar volgens mij zei ik dat vorige week ook al. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte afgemaakt. Ik heb wat boeken naar het USB-stickje gegooid. Ik ben nog niet helemaal klaar, dus ik moet nog even verder. Daarna heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. En ik ben gegaan voor The Lycon Lawyer. Het gaat over een advocaat. Die is eigenlijk een tijd uit de running geweest. Omdat hij moest revalideren van een ongeluk. En nu heeft hij zeg maar een praktijk gekregen die is nagelaten aan hem. Dus dat was wel heel interessant. En daarna had ik roze geur om wat kluim. Dus dat was ook wel leuk. Ik ga nu eerst eventjes stofzuigen. Dan ga ik eventjes de groenten doen. En dan ga ik, zet jullie daarna wel even bij als ik ga bowlen. Even kijken hoe dat gaat. Dus dat is even de planning. En ik laat uiteraard nog even de fotospullen zien. Dus ik ga nu eventjes wat doen. Des te eerder ben ik ook weer klaar. En kan ik beginnen met bowlen. Thank you.
heb hier eventjes mijn bak staan. Die moet even helemaal schoongemaakt worden. Daar heb ik al mijn bestek ook hierin zitten. Dat kan even mooi weken. En deze moet ook even schoongemaakt worden. Dus dat kan ik er straks even afwassen. Maar ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier een Coconut Kiss Caring Lip Peeling. Hier zit 10% almondolie in van Essence. Ben ik wel benieuwd naar. Ik hou daar wel van. Heeft de naam 01 Coconut Beauty. Dan heb ik hier een poeder van Rimmel. Dus Kind of Free. Deze zijn tegenwoordig dierproefvrij en volgens mij ook vegan. Ja, ik zie het al. Ook vegan. Dus die. En ik heb hier twee brow gels van Catrice die ik ga proberen. Het zou 2 dagen blijven zitten, dus hier ga ik mooi even fotootjes van maken. Bowlen was echt super leuk, maar dat hebben jullie kunnen zien, want ik ging best wel goed. Ik heb ook even gevoetbald. Ik had echt een mega bal, daar moet ik nog een beetje in komen, maar was ook wel heel leuk om te doen. Dus ik heb gelijk het gevoel dat ik ook weer wat extra beweging heb gehad, want ik had natuurlijk ook al gewoon gesport. Nou, klaar. Foto's maken ging ook heel vlot. Dus ik had dus... ja, eigenlijk toen ik had geïmporteerd nog zoveel tijd over dat ik even de bak heb afgemaakt. Ik heb nu de besteklade weer in zitten. En ik heb nu een poetsdoekje naar beneden gehaald. Die is speciaal voor je bestek. En dan ga ik het ook gelijk even oppoetsen. Ik heb natuurlijk wel al even wat bestek neergelegd wat ik straks moet gaan gebruiken met eten. Want dat is natuurlijk wel handig. Ik ben nooit iemand die met zijn handen eet. Als jullie bijvoorbeeld frietjes eten, eten jullie het met je handen of pakken je bestek? Ik heb dus altijd bestek. Maar goed, dan ga ik het gelijk ook even oppoetsen. De bakken zijn in ieder geval weer heerlijk schoon. Dat zijn ook echt van die klusjes, die moet je vaker doen. Gelijk even de la uitgenomen, schone kranten erin gedaan. Dus dat is top, dat is wel weer heel fijn. Dus ja, ik ben weer blij dat het schoon is. Dus vind ik het ook lekker om gewoon gelijk even al het bestek mee te pakken. Dus dat is goed gelukt. De katten hebben net lekker hun eten op, dus dat is ook wel weer fijn. Ja, ik vond het eigenlijk wel een fijne middag zo. De groentes zijn klaar. Toch eventjes lekker kunnen spelen. Het nieuwe spel kunnen spelen was echt ideaal. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dus eten. Je hebt vanavond wel Undercover in Nederland. Maar ik weet dus niet of het een herhaling is. En als het een herhaling is, ga ik Thijs Zeeman Confronteert Stokers kijken. Je hebt wel Million Dollar Island. Dat wil ik wel gaan kijken. Ik moet sowieso mijn nagels even doen. Ik moet foto's bewerken voor een artikel van morgen, voor een blogpost. Verder wil ik eventjes nog verder met die boeken. Ik wil ook even mijn e-reader weer een beetje aanvullen. Er staat nog genoeg op, maar als ik dan weer wat nieuwe boeken binnen heb, wil ik ze tegelijk opzetten. Want ik heb vanavond mijn boek uit en dan kan ik toch weer beginnen alvast aan de nieuwe, want deze is echt bijna uit. Nou, ik ga sowieso lekker de Netflix-serie verder kijken. En vanavond is het weer tijd voor flikken. Dus dat wordt het verder ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 23 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga hier zo even flink aan de gang. De kattenbakken moeten schoongemaakt worden. Ik moet een wasje aanzetten. De douche moet gepoetst worden en de gang moet even gedaan worden. Dus dat ga ik zo meteen eventjes doen. Ik heb mijn nagels weer gelakt. Ik kan het lakje nog even pakken, want die ben ik vergeten. Voor de mensen die het leuk vinden. Er zitten wel 2 flinke lagen op, want hij is niet zo heel dekkend. Oh, ik moet niezen, maar... lukt niet erg. Ja! Het is deze. Deze zit in het standaard assortiment overigens. Maar dit is dus een limited editie. Dit is de 51 Easy Pink Easy Go. Maar hij dekt dus niet heel dik. Want je ziet een beetje de lichte randjes er doorheen. Nou, ik heb gisteren Undercover in Nederland gekeken. Dit was geen herhaling. Waarom ze vorige week een herhaling hebben gedaan, dat weet ik niet. Want deze was dus wel gewoon nog niet uitgezonden. Dat heb ik gekeken. Daarna heb ik gekeken naar Million Dollar Island. En toen heb ik ondertussen dus mijn nagels gedaan. Ik heb eventjes een spelletje gedaan op de Switch. Ik heb... wat heb ik nog meer gedaan? Mijn foto's bewerkt. Ik heb even de boeken naar het stikje geplaatst. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en daarna flikken. Dus dat was het verder ook wel. Dus niks bijzonders eigenlijk. Wel lekker gegeten. Ik had lekker zo'n grote schnitzel, dus daar ben ik altijd wel dol op.
Ja, ik ga nu even de was bij elkaar rapen en dan neem ik jullie gewoon weer mee. Want ik ga even flink aan de gang, want het is nu wel echt even nodig. Want het voelt heel vies hier, dus ja, tijd om even aan de slag te gaan. Ik ben klaar, de boel is weer schoon en netjes. Katten hebben weer schone bakken, daar werden ze ook al gelijk heel blij van. Maar ik ben best wel geschrokken, want ik had vorige week kattengrit gehaald. En ik betaalde eerder, geloof ik, 4 nog wat. Ik heb een haartje in mijn lipstick zitten. Toen was die voor een paar maanden terug, was die al naar de 5 gegaan. En toen vorige week was die ineens €6,50, dus... Ik ga toch even kijken op internet of ik een iets goedkoper alternatief kan vinden. Ik vind €6,50 voor een zak kattengrit toch wel heel veel. Je merkt echt hoe hoog dan die prijzen worden. Ik heb het uiteraard gewoon nodig. Maar ja, als het goedkoper kan, dan is het natuurlijk wel mooi meegenomen. Daar heb ik al wel een beetje gekeken. Ik zag dat Pets Place nog weer wat goedkoper uit de bus kwam. En daar had ik dan hetzelfde aantal liters als wat ik nu heb. Maar ik schrok echt heel erg wat het nu allemaal kost ineens. Maar goed, ze hebben in ieder geval weer schone bakken. Nou ja, mijn douche is ook weer lekker fris, dus dat is ook wel weer fijn. Ik heb wel een beetje last van mijn rug. Ik had het ook best wel warm gekregen. Ik heb de was is ook al klaar. Ik heb ook al in de droger gestopt. Die kan ik zo aandrukken. Dus dat is ook wel weer fijn. Dus ja, op zich wel weer lekker dat het nu rond is. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en daarna kijk ik Kopen Zonder Kijken. Dus dat is wel leuk. Ik moet sowieso mijn blogpost schrijven en ik wil eventjes de boekenvideo in elkaar zetten en klaarzetten voor morgen. Verder ga ik gewoon mijn Netflix serie kijken en flikken, dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel spectaculairs of zo, maar... Gewoon wel lekker. Ik kreeg alweer een aantal lieve foto's van Lente. En ik moest lachen. Mijn moeder die heeft nu een zitje achter op de fiets. En die was even een rondje gaan fietsen met Lente. Maar ze had een knuffeltje bij zich. Die liet ze toevallen. Dus toen had een ander meisje had hem opgeraapt. Dus beter niet meer gaan fietsen met knuffeltjes. Maar in ieder geval fijn dat dat goed was gegaan. En Lente zat in een doos. Die zat in een hele grote doos waar het fietsstoeltje in zat. En ze kwam echt net zo met haar hoofdje bovenuit. Echt super schattig. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga eventjes wat drinken en even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is vandaag 24 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Maar we gaan eerst even wat oude spullen wegbrengen. Ik heb nog wat oude ventilatoren staan. Een tv die kapot is, dus eigenlijk de kapotte spullen gaan we even wegbrengen. Dus dat ook mooi weer weg. Dus dat is de planning zeg maar voor vandaag. En daarna gewoon even de boodschappen doen. Ik moet even langs de bouwmarkt, want ik wil dus even van die haakjes maken op mijn deur en mijn ramen. Ik had dus hiervoor had ik een haakje op de deur zitten, maar toen ik nieuwe deuren en nieuwe ramen kreeg, toen is dat haakje natuurlijk ook eraf gegaan. En dat vond ik best wel jammer, want ik mis het best wel. Want als het een beetje waait buiten, is het lekker om je huis een beetje te laten koelen. Maar het raam waait dan dus dicht. Dat is gewoon niet zo handig. En zoals gisteren met koken was het ook wel ideaal geweest, want het regende wel heel erg. Maar mijn keuken die stond een beetje vol damp, zeg maar. Want ik was en aan het koken en mijn droger stond aan. Dus ja, dat is wel fijn als dat weer even gebeurd is. Nou, ik heb gisteravond naar Kopen Zonder Kijken gekeken. Was wel weer een mooie uitzending. Huis was echt super mooi geworden. Ja, ik mis dan toch weer dat bad. Maar deze mensen hadden geen wens voor een bad. Dus dan houdt het natuurlijk al snel op. Verder heb ik even het Roerom afgekeken. Want dat had ik al een stukje van gezien. Dat was afgelopen zaterdag weer op tv. Vind ik altijd wel leuk om te zien of mensen hun draai gaan vinden in het buitenland. Ja of nee.
Ik heb de extra video heb ik al in elkaar gezet. Ik heb, die staat inmiddels ook al online. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dus op zich was het verder wel een prima avondje. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken naar Flikker. Dat was een hele spannende aflevering. Die gaat vanavond verder. Dus wat dat betreft was het allemaal wel prima. Nou ja, ik ga even stofzuigen. Dan ga ik even de spullen naar beneden halen. Ik kan wel eventjes zo laten zien wat de buiten is die we gaan wegbrengen. Maar ik ga het eerst even allemaal naar beneden halen. En dan kan zo meteen ook de trap omhoog en eventjes de boodschappentassen pakken. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik neem jullie sowieso natuurlijk nog even mee met boodschappen doen. Nou, deze hele buiten gaat dus naar de stort, ventilatoren, tv, oude stofzuiger en mijn oude caravan. Dus ja, dat gaan we zo meteen even wegbrengen, maar het is in ieder geval alvast naar beneden. Terug van de boodschap. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Het was best wel druk overal. We hebben de spullen weggebracht, dus dat is allemaal mooi weg. Ik heb allereerst drie haakjes. Er zit dus deze kun je in je kozijn, of nee, op je raam maken. Dan kun je deze in je kozijn doen. En dan kan die zo vaststaan. Daar heb ik er dus drie van gehaald. En ik had ook nog 20% korting met de app. Dus dat was top. Bij de Zeeman eventjes een bakje gehaald. Voor mijn lege batterijen. Dan kunnen we daar mooi in. En geurzakjes voor de stofzuiger. Leek me wel lekker. En dan heb ik hier speklapjes. Die moet ik soms dan ook gelijk even allemaal verwerken. Want ik heb nu echt bijna voor 2 weken boodschappen. De boontjes uiteraard. Ik heb toiletpapier. Ik heb 2 zakjes met snijboontjes, want dat was een beetje lastig. Ik wilde broccoli hebben, die was echt helemaal op. Ze hadden ook geen haricot vert, die hebben maar 2 zakjes met snijboontjes gedaan. Die moeten wel beide in de vriezer, denk ik, want ik weet niet. Ja, volgens mij wel. Dus die. Ik heb er eventjes melk gehaald voor de cappuccino. Een zakje pindaatjes vonden ze lekker. Even de frietsaus. Dan heb ik erwtijfjes voor donderdag. De frikandellen. Ik heb van die zakjes gehaald. Van die, ja, die wil ik dan als ik zeg maar mijn bonen heb afgehaald. Dan kan ik ze zo mooi in de vriezer doen volgens mij. Ik weet niet hoe dat dicht gaat. Oh, gewoon trekken. Als ik dan mijn boontje heb afgehaald. Ik moet ze nog in de koelkast hebben. Dan doe ik ze in zo'n zakje. Ik kreeg er 2 bij trouwens. Ik heb koffie gehaald. Weer de mokka en de extra bark. Extra bark weer voor mijn cappuccino. Nou, het andere zakje met boontjes. Oh, deze is op de 30ste. Nou, die zou ik dan wel voor maandag kunnen doen. Ik heb kattensnoepjes gekocht. Ik weet niet of ze deze lekker vinden, maar dit zijn crunchy creamies met rund. Kijken, dan heb ik eventjes afwasmiddel gehaald. Ik heb een bril gehaald om te proberen, want ik krijg mijn ogen heel moeilijk schoon. En ik ben vaak een pandaatje en nu heb je
waterproof eye make-up remover. Dus dan kan ik gewoon mijn micellair water voor mijn gezicht. Dan kan ik dit voor mijn ogen gaan gebruiken. En het is ook nog eens vegan. Gewoon van Lidl. Dus ik ben wel benieuwd. Even voor. Spekjes. Kipfilet. Ik heb allemaal de tas pakken. Ik heb badkamerreiniger gehaald. Ik heb een varkenshaasje voor donderdag gehaald. Heel lang geleden heb ik die op. En de laatste keer dat ik een varkenshaasje heb gegeten was 2 jaar geleden. Ik wil hier eventjes de kattenvoer, 2 zakjes. Ook even de harde broeken. Chocomel. Warma voor volgende week donderdag. Gewoon zakje per kat. Deze kauwgom, die was nu nieuw. Dat is Boost Focus. Die was nu een eurotje. Die wilde ik wel een keer proberen. Lijkt me wel lekker. Even roestkeroentjes. Wattenstaafjes. Wow, ga je niet meer scherp stellen. En later heb ik aardappelschijfjes. Dus dit zijn allemaal boodschappen. Ik ga het zo gelijk even opruimen. Ga ik straks even lekker douchen. Dan ga ik straks koken. Vanavond heb je weer voor hetzelfde geld. Ga ik kijken. Verder moet ik de vlog afmaken en foto's bewerken. Ik ga sowieso mijn Netflix-serie weer kijken en daarna weer flikken. Dus het vervolg van de aflevering van gisteravond. Dus ben ik wel benieuwd naar. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want ik ga verder niks meer doen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een mail zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!